Goedemorgen, wederom. Nogmaals gezegende Sabbat. We zijn aangekomen bij les 7 van dit lesboek. Met de titel Taal, tekst en context. En toen ik dit net zag, ik zei net nog tegen Joël, die hier naast mij staat. Ik dacht aan de toren van Babel, waar natuurlijk alle talen, veel talen, het begin daarvan is ontstaan. En dat was door ingrijpen van God. Ja, ja. Want de mensen wilden allemaal samen zichzelf tot God verheffen eigenlijk. Mm-hmm. Uit wantrouwen voor God, omdat er een grote vloed over de wereld was geweest. Mm-hmm. Maar toen dachten ze van, we bouwen een toren, verdrinken we ook niet meer. Maar ja, God, die staat er natuurlijk ver boven. En daarom moesten al die talen, moest de taal die er was, mm-hmm. veranderd worden in heel veel andere talen. Waardoor dat project mislukte. Juist. Dat dacht ik net nog even aan toen ik deze titel zag. En kun je daar nog wat meer over zeggen? Want dat is een historische gebeurtenis. Absoluut. Okay. En tot op de dag van vandaag heeft dat enorme invloed. Want, misschien is België wel een leuk voorbeeld. Je ziet, in elk land heeft een taal. Juist. Maar België heeft eigenlijk twee talen. En daarom zie je dat het, officieel drie zelfs, ook Duits helemaal in het oosten. Uh-huh. En daarom zie je dat het niet echt werkt in dat land. Ze hebben altijd gedoe met elkaar en ze kunnen elkaar vaak ook niet verstaan. En soms weigert iemand uit het zuiden om Nederlands te spreken. En dan een Vlaming die vindt dat dan weer niet leuk. Taal is eigenlijk een heel belangrijk kenmerk wat een volk onderscheidt van elkaar. Ja, en precies. Ja, dat is wel een interessante... iets natuurlijk. Ja. Wat je ook natuurlijk weer terugziet is van dat al die talen hebben we ook weer overeenkomsten hier en daar. Klopt. Dus dat verklaart ook wel, of het verdedigt natuurlijk de stelling, dat het ergens begonnen is en dat het zich zo versplinterd heeft. Ja. Er zijn natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, het is eigenlijk een soort van evolutionair proces. Ja, dat zit er ook natuurlijk in en daar moeten we ook rekening mee houden. Volgens mij komt dat ook wel een beetje in de Bijbel terug naar voren. Wat inderdaad, volgens mij is het maandag of dinsdag, er wordt gesproken over verschillende betekenissen van woorden. Klopt. Of dat een woord heel veel betekenissen rijk is. Ja. Een heel assortiment aan een bepaalde, aan een lading. En zeker de brontekst. Vooral de brontekst. Ja. Vooral, ik denk dat we daar zo meteen bij komen. Als we kijken naar de inleiding. Is er iets wat jij daaruit even wil oplichten, even wil benadrukken? Nou ja, meteen al. Er zijn op dit moment dus meer dan 6000 talen die worden gesproken. Mm-hmm. Nou, dat is best wel veel. En de hele Bijbel is daarvan in 600 vertaald. Dat is met 10% eigenlijk. Ja. Dus op zich mooi dat het natuurlijk zoveel vertaald is. 6 miljard mensen is het wel kunnen lezen, maar toch... Ja. Ja. Maar dan denk ik... Er is nog veel werk te doen. Best wel ja, klopt. En bepaalde delen toch in 2500 andere talen zijn te lezen. Oké, dat is mooi. Maar dan zitten we nog niet op de helft, hè? Nee, dat klopt. Gelukkig zijn er ook heel veel talen, of heel veel mensen die spreken dan twee talen, waardoor ze... alsnog kunnen lezen. Maar toch verbaasde ik me wel een beetje over deze getallen. En vooral dit, voor een geschatte 1,5 miljard mensen is geen enkel deel van de schrift beschikbaar in hun moedertaal. Mm-hmm. Oeh, klopt. Klopt. Dat is nog best wel wat. En dan te bedenken dat wij volgens mij in een van die dagen, daar staat ook in de tekst, ik kan het zo niet vinden, er wordt gesproken over, en wij Westerlingen zijn wat dat betreft bevoorrecht. Ja. Want wij hebben niet alleen maar een Bijbel vertaald in onze taal, maar verschillende versies ook nog. In onze dus eigen taal. Als je dat zo inleidt, toen ik het in de inleiding las, het eerste wat in me opkwam was, nou, wat een verantwoordelijkheid hebben wij. Zeker. Want het is zo beschikbaar. Ja. Zo makkelijk toegankelijk. En dan tegelijkertijd ook weer een belangrijk werk. Bijna zou je denken, christenen moeten dat werk oppakken en proberen het nog te vertalen in de taal waarin het niet beschikbaar is. De Bijbel dan, hè? Zeker. Ja. Nou, de titel, de les gaat over taal, tekst en context. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou er wel van. Ja. Want ja, het is, kijk, God die komt op andere manier. De boodschap kon hij aan de mens brengen van verlossing, maar hij kiest ervoor om het in de vorm van taal over te brengen. Ja, om het te vertellen. Om het te vertellen. Ja, inderdaad. En ik van deze week, toen keek ik
eventjes naar twee mensen die in gesprek waren met elkaar. En toen dacht ik van, ja, God heeft echt alles bewust gedaan. Want waarom hebben we oren? Natuurlijk om te communiceren. Ja, precies. Als we, dus die communicatie is blijkbaar nodig. Het is deel van ons bestaan. En daarom moet God dus ook door middel van taal, werkt hij. Zo is zelfs alles geworden tot wat het geworden is. God sprak en het was. Ja, ook door middel dus van alsof, taal. Of alsof alle materie naar hem luisterde, bij zo'n spreken. Ja, ja, ja. Ja. Nou, als je dan naar zondag gaat, hè? Ja. Waarom is de Bijbel aan ons gegeven? We proberen een beetje het programma van het lesboekje te volgen. Dat is goed. Waarom is de Bijbel aan ons gegeven? Nou, in de tekst die hierbij staat, 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Ja. Daar staan een paar belangrijke woorden tot lering. Ja, ik dat is goed. Dat het hele, ja, het is veelomvattend, hè, wat daar gezegd wordt. Zeker weten, ja. 2 Timotheus 3. Mm-hmm. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goede werk volmaaktelijk toegerust. Mm-hmm. Juist. Juist. En we kunnen ook nog even lezen vers 15, want vers 16... En 17 heb je zo net gelezen. Ja. En dat behandelt de dingen waar het nuttig voor is. Terechtwijzing, lering, wederlegging, verbeteringen. Rechtvaardigheid. Alles moet leiden naar rechtvaardigheid. En dan heb je ook vers 15. Zou je ook willen lezen? Dat is goed. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof het welk in Christus Jezus is. Juist. En ik sprak gisteren nog met iemand die zei, waarom hebben wij Bijbelstudie? En hij voelde me echt aan de tand. Ik zei van, nou ja, natuurlijk, omdat, want ik dacht, hij denkt vaak in termen van Bijbelteksten. Toen zei, Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Ja. Zei van, ja, inderdaad. En toen zei van, maar waarom verder nog? Ik zei, ik zou het niet direct weten. En zei van, denk nog eens dieper na. En ze zei van, waarom heb je geloof nodig? Waarom ga je de Bijbel bestuderen? Alleen voor geloof op zich? Nee. Er is ook een tekst in Hebreeën 11 vers 6. En die tekst kennen we, daar staat dat zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. Ja. Dus het uiteindelijke doel van Bijbelstudie is niet om te showen met Bijbelkennis. Of alleen maar er zelf beter van te worden, maar uiteindelijk om God te behagen. Ja. Want natuurlijk, je vindt beloften in de Bijbel, profetieën vinden de Bijbel, en dat moet ons geloof in God vergroten. Ja, je leert hem daardoor kennen, want het is zijn woord. Het is zijn woord. Ja. Mooi dat je dat zegt, zijn woord. Ja, inderdaad. Dus goed, we hebben dat dan nu gelezen, nou, dan heb je al de vraag, waarom is de Bijbel ons gegeven? En ik denk dat een inleiding is tot de volgende vraag, of ja, de tekst die we hebben gelezen, die we kunnen lezen, Deuteronomium 32, vers 46 en 47. Want weet je, het is, de Bijbel is op zich eigenlijk een praktisch boek, hè? Want ja, die zaken die we hebben besproken in 2 Timotheus 3, vers 16, wederleggen, onderwijzing, dat klinkt heel theoretisch. Ja. Maar in feite is de Bijbel een heel praktisch boek. Dus theorie wordt vermengd met praktijk. Even zien. Want ook de conclusie is tot alle goede werken in staat. Dus dat is dingen doen ook. Mooi dat je dat zegt. Dat is het uiteindelijke doel. Precies. Ja, goed dat je dat zegt. Goed dat je dat zegt. Ja, inderdaad. Dus even kijken. Dan hebben we Deuteronomium 32, vers 46 en 47. Dat? Zal ik het lezen? Ja, graag. Zo zeide hij tot hen, zet uw hart op al de woorden die ik heden onder uw lieden betuigen, dat gij ze uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de woorden deze wet. Mm-hmm. Want dat is geen vergeefs woord voor uw lieden, maar het is uw leven. En door ditzelfde woord zult gij de dagen verlengen op het land waar gij over de Jordaan naartoe gaat. Om dat te erven. Juist. Dus het uiteindelijke doel. Wat is het uiteindelijke doel hiervan? Nou, er zit hier ook nog een belofte in. Dat de dagen worden verlengd waarop je leeft in het beloofde land. Juist. En
Ja, het moet uw leven zijn. Het moet dus helemaal een gewoonte worden om te doen wat er staat. Juist, ja. Ja. En dan, weet je, als ik dit dan lees, dan denk ik, God die geeft heel veel goede raadgevingen hoe we in ons leven moeten staan. Hoe we moeten eten en drinken. Er is een tekst die zegt, eet tot sterkte en niet tot drinkerij. Er is een tekst bijvoorbeeld van, als iemand boos wordt, ga daaraan voorbij. Dat is eer. Er zijn heel veel praktische handvaten, maar als je toepast in je leven, zul je een goed leven hebben, een blij leven, uitbundig kunnen leven, lang. En dat is uiteindelijk waar God met ons naartoe wil gaan. Hè. Klopt. Ja, ik had als antwoord hier, we moeten willen doen wat God vraagt. Leef getrouw en dus ook gezond. Ja, leef getrouw en gezond. Juist. Ja. En ook natuurlijk, God geeft ook inzichten aangaande de voedselwetten. Hè? Welk vlees, rein en onrein vlees. Ja, ja dat is inderdaad uit liefde voor hem, stelt hij bepaalde beperkingen op. Ja. Omdat hij weet hoe de beestjes in elkaar zitten, hij heeft ze zelf gemaakt. Klopt. En als je nog verder teruggaat, kom je bij de Hof van Eten waar ze zelf veganistisch aten. Precies, ja. Dus dan weet je dat ook in Gods plan was. Ja, daar was maar één boom verboden. Ja, dat was en één nog, boom. Ja, ja, dat ja. Ja. Goed. We hebben dat nu gehad. Nou, als we nu naar maandag gaan. Woorden en hun betekenis. Ja. En nu begint het een beetje spannend te worden. Want als we het eventjes... laten we dit even goed voor ogen houden. Met oog op hetgeen God aan ons wil duidelijk maken. Waar hij ons wat hij ons wil onderwijzen. Op grond daarvan is het dus nodig om goed de Bijbel te lezen. Om besef te hebben van woorden en hun betekenissen. Zodat wij niet zoals Jezus tegen de fariseeën en schriftgeleerden zei van... U kent de schriften niet, nog de kracht van God. En hoe leest gij? Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel dingen waar we bij stil moeten staan. Want nogmaals, Jezus zegt ook van, onderzoek de schriften, want daarin meent gij het eeuwig leven te vinden. Dus je ziet dat het toch belangrijk wordt om dit, we gaan naar maandag, om dit te behandelen. Ja, zou je hier wat over willen zeggen, Ruben? Want jij zit ook in het onderwijs. Oh, hey. Dus, ja. Nu wordt het tegen me gebruikt. Nee, grapje. Nu is de kans, nu is de kans. Zo is dat. Ik dacht wel aan twee dingetjes die ik op school heb geleerd. Uh-huh. Toen ik die eerste drie regels las. Elke taal heeft woorden die zo rijk en diepgaand zijn dat het moeilijk is ze met één passend woord te vertalen. Mm-hmm. Vorige week geloof ik ook al een keer zo'n voorbeeld gegeven met library, libraire in het Engels en in het Frans. Dat je dat wel ziet dat het van dezelfde herkomst is, zo'n woord. En dat ook wel wat met, het heeft beide met boeken te maken, maar het heeft niet dezelfde betekenis. Meer. In het Engels, daar brengen ze de boeken terug. In Frankrijk, in de librairie, daar koop je een boek en hou je hem. Dus daar is een betekenisverschil ingekomen. Mm-hmm. En daar moest ik wel aan denken toen ik dit las. En dan, één passend woord. Je ziet zelfs in, je ziet in elke taal, bijvoorbeeld ook in het Nederlands, als je twee synoniemen hebt, mm-hmm. Bijvoorbeeld kerk en gebedshuis, dat zijn synoniemen. Maar toch gebruik je in bepaalde contexten het ene woord en in andere contexten het andere woord. Ja. Dus dan denk je van, maar het zijn toch synoniemen? Waarom dan? Mm-hmm. Omdat het toch niet helemaal synoniemen zijn. Mm-hmm. En dat is onderzocht door een Duitse meneer. En die heeft gezegd van, dat komt omdat elk woord zijn eigen bijbetekenis heeft. Connotatie. Yes. En daarom kun je woorden dus ook soms heel moeilijk vertalen. Omdat je die bijbetekenis eigenlijk erin mee moet nemen. Mm-hmm, mm-hmm. Daar dacht ik aan toen ik dit las. Ja, dat is soms wel heel lastig. Dat kan inderdaad lastig zijn, ja. Wat je dus wel dan weer hebt. En dat ligt ten grondslag aan synoniemen. Bepaalde woorden kunnen bepaalde overeenkomstige domeinen hebben. Dus ja, bijvoorbeeld klopt. Het woord, of je nou het woord... even kijken. Wat moet je nemen? Neem de mens.
Nou, nee, dat vind ik niet zo'n goeie. Maar in ieder geval bepaalde woorden hebben. Neem bijvoorbeeld een hond en een dier. Hè? Een hond en een stier bijvoorbeeld. Nou, beide die zijn, kun je zeggen, beide zijn, hebben de, het component zijn dier. Ja, vier poten. Vier poten in zijn vaart. Oren. Ja, ja. En dan, nu kun je niet spreken van een synoniem. Dat kun je niet zeggen. Maar je kunt ze wel beide categoriseren onder het woord dier. Ja. Maar zo met synoniemen gaat het natuurlijk een stap verder. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Klopt. Ja. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar het woord kind en baby. Beide zijn ze onvolwassen. Beide zijn ze mens. Maar toch is er net een verschil. Ja. Een kind is wat ouder dan een baby. Ja. Ja. Hoewel een baby ook weer een kind is. Dat kun je. Dat is het ook. Ja, precies. Ja. Precies, ja. Maar andersom niet per se. Een baby is ook een kind, ja, dat kun je zeggen, maar een kind hoeft niet per se. Nee, inderdaad. Ja, ja inderdaad. Ja. Zo, ja, precies, ja. Ja. Dus dit betekenisverschil heb je, daar moeten we rekening mee houden. En dat, dat zie je ook terug, ergens ook terug in de Bijbel. Nou ja, goed, hier wordt gesproken dus over de goedheid van God. En wat is de rijkwijdte van dat het Hebreeuwse woord voor genade? Want daar wordt er over gesproken. Ja, vooral in het Hebreeuws. Ik heb begrepen dat een woord kan soms al 26 betekenissen hebben. No. En zij die een beetje bekend zijn met de Strong's Concordance, die zoeken een woord op en die zien zoveel verschillende betekenissen. En sommige zijn ook echt tegengesteld aan elkaar. Dus uiteindelijk wat het toe doet als je de Bijbel leest, is vooral kijken naar de context. En dan gaan we zo meteen verder naar kijken, maar de context die geeft heel veel informatie prijs over hoe je een woord moet opvatten. Inderdaad, ik denk nu aan het woord zegenen. Mm-hmm. Over het algemeen in het Nederlands is dat positief. Maar ik zie in de Statenvertaling ook wel, en hij zegende hem en hij, nou ja, dan is het eigenlijk een soort van vloek. Juist, inderdaad. En dan zie je dus dat het een omgekeerde betekenis krijgt in de context. In de context, inderdaad. In de context, juist. Nou, daar gaan we zo meteen verder naar kijken. Maar belangrijk is voor iedere Bijbelstudent de context echt in ogenschouw nemen. Wel een punt waar we ook niet aan voorbij mogen gaan, want vooral als je kijkt naar het Hebreeuws, hier wordt in de lesstof wordt behandeld gezegd dat sommige woorden kun je niet één op één vertalen. Dus daar komen meer woorden aan te pas. Maar dan wordt in de vraag gesteld helemaal onderaan welke taal we ook spreken of lezen, zelfs zonder de oorspronkelijke betekenis van deze woorden te kennen, hoe kunnen wij de werkelijkheid daarvan ervaren op grond van ons beste vermogen ze te begrijpen? Nou, hele lange zin. Als ik het zelf zo moet uitleggen, en dan kun jij misschien daarop aanvullen. Eén ding is gegeven. Je hebt bepaalde talen, die hebben bijvoorbeeld niet woorden om het onderscheid te maken tussen een jongen en een meisje. Die hebben ze niet. Maar het concept hebben ze wel. Dus zij gebruiken niet een woord om het onderscheid te maken, maar constructies. Maar de betekenis blijft hetzelfde. En dat zien we ook weer met God. We hoeven per se dan in dit geval, kan het zijn dat we het Hebreeuwse oorspronkelijke woord in zijn betekenis niet weten, maar de vertalers hebben dan andere woorden gebruikt om de betekenis over te brengen. En het tweede, en misschien wel het allerbelangrijkste is, taal komt nooit, het komt nooit in de buurt van de werkelijkheid. Dus het blijft iets wat je moet ervaren. Ik kan zeggen, ik hou van de Heer, maar totdat ik het echt ervaar in mijn leven, dan weet ik ook echt wat het betekent. Ja, anders blijven misschien loze woorden. Ik denk trouwens ook aan een taal heel dichtbij het Nederlands, namelijk het Duits. Uh-huh. Daarin is ook een woord en die kunnen wij helemaal niet vertalen. En het is ook nog best wel een woord die je vaak gebruikt, uh-huh, in ieder geval in het Duits. Geschwister. Okay, en dat een soort verzamelterm voor broers en zussen. Uh-huh. Wij kunnen dat niet anders vertalen dan broers en zussen. Aha, kijk. We hebben niet zo'n woord. Nee. En is dat nog heel erg? Wij zeggen gewoon broers en zussen en dan weet je ook waar het over gaat. Dus je kunt het ook wel oplossen. Mm, juist. Maar dan moet je het dus inderdaad, in dit geval met drie woorden doen. Inderdaad. Ja. Maar de betekenis blijft behouden. Is het concept is er nog. Ja. En vooral als we weten dat God die weet dat hij met beperkte mensen te maken heeft, die hield de boodschap ook simpel. We kijken naar Jezus. En dus het is grijpbaar voor de mens, hoe dan ook. Ja. En het is praktisch en dicht bij de mens. Dat sowieso.
Nou, zou je hier nog wat over willen zeggen? Anders gaan we door naar dinsdag. Dat is goed, dan, okay. komen we erdoor. Hè? Oh ja, herhaling, woord, patroon ja. en betekenis. Dat was jouw stukje. Nou ja, dat vond ik wel opvallend inderdaad. De gegeven tekst hier, Genesis 1, vers 26 en 27. Ja, we kunnen het misschien lezen. Zullen we dat lezen? Dat is goed. Even kijken. Zal ik het lezen? Ja. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij ze. Ja, hier horen we dus een aantal woorden die heel vaak worden herhaald. Want in het Hebreeuws, zoals hier staat, waren oorspronkelijk geen leestekens. Mm-hmm. Dus als je de nadruk ergens op wil leggen, hoe doe je dat dan? Nou, door herhaling dus. Heel logisch. Ja. Heel logisch, ja. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En in vers 27 zien we, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij ze. Man en vrouw schiep hij ze. Hmm. Drie keer. Driemaal scheep zegt. Nou, maar dat is heel duidelijk. Daar kun je, en wat dacht je ook van het woord over in vers 26? Even kijken. Over het gevolg, de heerschappij, over het gevolg, over het gevogelte, over het vee en over de gele aarde en over al het kruipend. Ja, precies. Dat wordt ook kruipend gedierte. De hele tijd herhaald. Juist. Wij zouden gewoon de comma zetten over dit, dat en dat. Uh-huh. Punt. Ja, inderdaad. En dus daar neem de comma die plek eigenlijk in. Wij hebben hem er nu ook nog bij, omdat het natuurlijk nu is vertaald naar het Nederlands. Uh-huh. Maar die moeten we eigenlijk wegdenken. En dan is het nodig om deze herhaling te hebben. En in Jesaja 6, vers 1, 2 en 3, mm-hmm. Zien we het weer. Met het woordje heilig, heilig, heilig. Precies, ja. Heilig, heilig, heilig. En daar moet ik zeggen, daar heb ik wel eens bij stilgestaan. Kijk, met dat van Genesis denk ik van ja, oké, het is even nodig om het te benadrukken. Maar met dat van heilig, heilig, heilig dat uitroepen, nog dieper. Dan gaat nog dieper. En dan komt echt zo het besef van, ja, God zal echt zo geheilig zijn, zo geweldig, dat kun je niet in één woord vatten. Nee. Dan moet je toch even weer keer op keer benadrukken. Hè? Kwadraat, ja. Inderdaad. Patronen en betekenis. Ja. Nou ja, je hebt verschillende stijlfiguren. Rhetorische middelen, neem bijvoorbeeld chiasmus, heb je ook weer. Ja. En ik heb begrepen, bepaalde patronen, die zijn ook ingeweven, zeg maar, omdat mensen toen de tijd niet echt alles op schrift hadden, dus die moesten het horen. En juist door die patronen kun je het je herinneren. Denk aan bijvoorbeeld de rijm. Dat is natuurlijk ook een heel goed precies. middel om iets te kunnen onthouden. Ja. Als je het niet op kunt schrijven. Ja. Ja, en ik denk ook meteen aan mijn eigen moeder. Die herhaalde ook een en ander. Ja, zeker als het noodzakelijk was. Beste leermeester. Ja, de beste leermeester. Ja. Dat is echt de beste leermeester. Dat blijft goed hangen. Maar het belangrijkste, het punt hiervan is van wat herhaald wordt, is gewoon blijkbaar heel belangrijk. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat zie je ook, dat zie je ook bijvoorbeeld met hoe de Bijbel gebruikt. In het Nieuwe Testament, de meest geciteerde tekst is Psalm 110. En dat gaat juist over het onderzoekend oordeel in de laatste gebeurtenissen. En dat juist de tekst die het meest wordt geciteerd. Kijk, dus dat is ook weer een herhaling. Waarom? God vindt het belangrijk. Ja, dus daar komt de nadruk op. Daar komt de nadruk op. Dus we mogen, weet je, je zou bijna denken van, God is eigenlijk gewoon ook net zoals wij mensen zijn, hè? Of wij mensen zijn net als God. In de zin van, wij zijn dan ook geneigd dingen te herhalen als het nodig is. En duidelijk, ja. Verder vond ik in dit stukje eronder nog het woord bara, mm-hmm. scheppen. Dat heeft alleen God als onderwerp. Ja. In het Nederlands niet. Ik kan ook zeggen van, niet het scheppen in de tuin, maar daarmee kun je wel iets scheppen. Creëren. Precies. Uh-huh. Daar is scheppen is in het Nederlands eigenlijk gewoon een synoniem van creëren, maken. Maar in het Hebreeuws dus niet. Bara heeft kennelijk nog een bijbetekenis van leven scheppen. Hmm. Of iets in die geest, want
Alleen God kan dat. Mm-hmm. Nou, dat is heel, vind ik wel heel mooi inderdaad. Dat er gewoon een woord is dat alleen betrekking kan hebben op God. Moet je zeggen, dat zou zo kunnen. Ik heb me er niet zo ver in verdiept dat ik daar echt een oordeel over kan vellen. Dat kan. Maar je ziet dat woord, we moeten aan de andere kant zeg ik ook van, we moeten voorzichtig daarmee zijn. Want er wordt ook bijvoorbeeld gezegd van, dat er bepaalde woorden in het Nieuwe Testament zijn die alleen voor God gebruikt worden. Of met name. En dat klopt ook. Mm-hmm. Maar ook in relatie of in mensenrelaties, tussen mensenrelaties, vind je die woorden ook terug. Dus om dingen dan meteen het heilig te verklaren of alleen maar, weet je, exclusief. Ja, ik zal het woord niet heilig verklaren. Maar een beetje exclusief maken. Ja. Ik heb dat idee juist niet. Ik heb juist het idee dat Jezus echt gewoon op onze niveau is gekomen. Ja, en dat hij zich niet beter is, of ja, hij zei van, is beter dan ons zichzelf zo ziet. Dus ja, dus het zou best goed kunnen hoor. Het zou best goed kunnen. Ja, het ging puur over dit ene woord. In ieder geval in deze tekst. Ja. Maar het is ook logisch, God is de enige die schept. Dat bedoel ik. Ja. Even zien. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook weer. Nou, zullen we dan naar woensdag gaan? Ja, dat is goed. Ja. Nou, het voorbeeld daar, dat woord tekst. Nou ja, beginnen met de kop. Dat is teksten en contexten. En ik ga je zeggen, als ik dit mag zeggen. Ik ben, toen ik begon met Bijbelstudie. Het eerste wat mij geleerd werd is, je moet tekst met tekst vergelijken. Dus ik weet nog, ik was in Colombia en de pastor die zei, Joel, ten eerste je moet een Engelse vertaling hebben, want dat gaat makkelijker, tekst met tekst vergelijken. Dus ik deed mijn Statenvertaling deed ik even opzij, namelijk de King James. En ik ging maar bezig met tekst vergelijken. En wat je daarvoor gebruikt, heel handig, is een concordantie, vooral op computer. Voer je een woord in en dan krijg je al die teksten. Dus dan ging ik naar al die teksten kijken die over het ene woord ging. En dan ging ik zo vergelijkingen maken. Heb ik een jaar gedaan. Totdat ik op een gegeven moment kwam bij iemand die schreef wat over een typisch adventistisch theologisch punt. In Daniël hoofdstuk 8. En ik dacht, oh ja, dat ga ik wel even lezen. Maar ik had geen woord klaar. Terwijl ik al jaren bezig was met studie. En wat ik dus niet had geleerd, en dat moest iemand anders mij ook leren, en we horen het vaak genoeg, maar dat moet benadrukt worden, we moeten rekening houden met de context. Als we de context niet kennen, dus alleen maar die losse teksten kennen, dat is wel mooi, kun je een beetje zeggen, ah, ik ken de Bijbel, maar eigenlijk ken je het niet. Mm. Want je kunt zo onderuit gehaald worden als je de context niet kent. En dat heb ik toen gemerkt. En dat heeft me toen gedreven om ook te zeggen, nee, ik moet juist meer de Bijbel contextueel gaan lezen. En sterker nog, dat heeft nu mijn voorkeur. Want als jij de context goed kent, dan pas kun je echt tekst met tekst vergelijken. En dit is mijn meest favoriete voorbeeld. We hebben het hier gevonden in Genesis 1 vers 27 en Genesis 2 vers 7, waar je te maken hebt dan natuurlijk met het woordje Adam. Adam kan in Genesis hoofdstuk 1 kan het te maken hebben met man en vrouw. Of ja, met man, Adam. Maar in Genesis hoofdstuk 2 vers 7 is het een verzamelnaam voor man en vrouw. Als ik het goed heb begrepen. Juist. Dat laat weer zien. In Genesis hoofdstuk 1 is Adam, is het vooral man. In Genesis hoofdstuk 2 is het man en vrouw. En daar moeten we rekening. Even kijken of zeg ik het verkeerd? Volgens mij is het net andersom. Andersom. Ja, je hebt gelijk. Mensheid. In hoofdstuk 1 is mensheid. De mensheid. En in hoofdstuk 2, omdat daar ook de schepping van de vrouw bij komt, wordt het onderscheid gemaakt man en vrouw. Juist. Dus dat onderscheid moet je scherp houden. Want anders ga je zeggen, ah, zie je, Genesis 1 is vers 1, en vers 1, vers 27 is Adam. Is het man en vrouw. Man en vrouw. Dan moeten alle andere keren dat je weer Adam tegenkomt, moet het te maken hebben met man en vrouw. Nee. Je moet de context lezen. Precies. Maar dat voorbeeld, dat mijn favoriete voorbeeld, dat vind je. En dan zie je hoe je context ook in ogenschouw moet nemen. Trouwens, er wordt heel vaak gezegd dat Adventisten hun doctrine baseren op proeftekst. Even dat wil zeggen dat je een leerstelling neemt en aan de hand van één tekst, geïsoleerd van de context, wil verdedigen. Maar dat is niet zo. Als je kijkt naar de geschriften van de pionieren, dan zie je dat ze niet alleen oog hadden voor tekst met tekst vergelijken, maar met name voor de context. Maar nu dat voorbeeld, want ik moet niet te langdradig blijven. In Romeinen hoofdstuk 6 vers 7. Laten we eerst naar Romeinen hoofdstuk 6 gaan. En dan ga je een heel goed voorbeeld.
En dan lezen we allereerst vers 1, 2 en 3. Ja, Romeinen hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6, vers 3 is het. Vers 3. Ja. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Juist. Dus wat, waar gaat het hier, als je het hele hoofdstuk 6 uitleest, dan zie je dat het hier gaat over de doop. Ja. De doop en de implicaties daarvan. Ja, de aflegging van het oude leven. Inderdaad. Maar het sterven wel van de oude mens. Juist. Ja. Mooi dat je dat zo zegt. Tegen de achtergrond of in het licht van de doop. Ja. En dan als we nu nog gaan naar vers hoofdstuk 6, daar staat er, dit wetende, of wil jij het lezen? Dat is goed. Ja. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Juist. Dus nu is het zo, je vindt in vers 3 wordt gesproken over de doop als context. En dan in vers 6 wordt gesproken over het lichaam van de zonde. En nu zijn er zat mensen die gaan allerlei ideeën bedenken van wat is het lichaam van de zonde? Terwijl de Bijbel zichzelf uitlegt, want dat is dus de hele bedoeling van een tekst goed kennen en de context goed kennen. We moeten tot dat punt komen dat je een bepaalde tekst zo goed kent in zijn context dat je vergelijkingen kunt maken. Het moet niet blijven bij, ik ken Genesis hoofdstuk 1 heel goed en daar laat ik het bij. Nee, de bedoeling is dat we tekst met tekst vergelijken. Dus als we nu gaan naar Colossenzen hoofdstuk 2, zie je dat weer. Want de vraag is dus nu, wat is het lichaam van de zonde? We willen weten wat het lichaam van de zonde is. Colossenzen hoofdstuk 2, en dan zie je ten eerste dat Paulus praat in vers, even kijken hoor. Vers 12, zou je vers 12 kunnen lezen? Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dus hier vind je weer de doop. De doop wordt genoemd. En dan vervolgens, als we dan vers 13 lezen. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uw vlees. Sorry, neem me niet kwalijk. Vers 11 is het. Vers 11. Gaan we één terug? Ja, twee terug. Vers 11. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uitrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Dus je ziet het al. In hier wordt er iets eraan toegevoegd wat ontbreekt in Romeinen hoofdstuk 6. Hier wordt gesproken contextueel over de doop, het afleggen van de oude mens, wordt gesproken over het lichaam van de zonde met de toevoeging des vleeses. Dus het woordje vlees, wat we in Colossenzen 2 vinden, dat missen wij in Romeinen hoofdstuk 6. Maar we zien dus dat die frase, het lichaam van de zonde, kom je tegen in Romeinen hoofdstuk 6 en in Colossenzen 2. En de context komt ook overeen. En zo kun je gedegen Bijbelstudie doen. En zo kun je twee teksten nemen en dan vervolgens een leerstelling op gaan bouwen, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, zonder dat je eigen inbreng hoeft te leveren. Dat is zo. En dat leidt ook tot begrip. Het echt begrijpen. Anders, als het alleen maar het ophalen van, weet ik het, 100 teksten is, dan is het alleen maar het weten. Ja, dan is het alleen weten. En nu ga je het echt begrijpen. Precies. Ja. En nu doe je Bijbelstudie en het is gefundeerd en je kunt het contextueel kun je het behandelen. Want ik weet nog dat iemand een keer tegen mij zei, maar je wacht eens even, wat geeft jullie Adventisten het recht om tekst met tekst te vergelijken? Je rukt het uit zijn verband. Waarom zou ik deze tekst met deze vergelijken? Ja, we hebben de context die overeenkomt. Duidelijk. Dat is de eis. Ja. Ja. Plus nog het feit dat die frase, het lichaam van de zonde, komt in het hele Nieuwe Testament maar twee keer voor. Dat is Colossenzen en Romeinen hoofdstuk 6. Ja. Dus nogmaals, Gods woord is waterdicht als we het grondig bestuderen. En dat maakt het kostbaar. Dat maakt het kostbaar. Ja. Zeker. Even kijken. Dan zijn wij, even kijken, zou je nog wat meer erover willen zeggen? Context en context. Ja, wat zouden we nog meer over kunnen zeggen? Misschien kunnen we nog een ander voorbeeld naar voren halen. Dat zien wij ook bij Paulus. Als we gaan naar Romeinen hoofdstuk 10. Want zelfs Paulus, die had het Nieuwe Testament niet.
Zijn Bijbel was het Oude Testament. En in Romeinen hoofdstuk 10 zie je hoe Paulus zelf de context in ogenschouw neemt. En dan zie je in Romeinen hoofdstuk 10. En zou je willen lezen vers... Even kijken hoor. Vers 15. Vers 15. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe liefelijk zijn de voeten degene die vrede verkondigen, degene die het goede verkondigen. Dus hier citeert Paulus een tekst. En die tekst vinden wij in Jesaja 52 vers 7. En dan heeft hij het over degene, hoe liefelijk zijn de boodschappers, in mijn woorden dan. Hoe liefelijk zijn de boodschappers die de boodschap brengen. Hij citeert Jesaja 52. Maar dan vervolgens komt hij in vers 16, zegt hij het volgende, zou je het willen lezen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Dus hier citeert Paulus weer een tekst. En deze tekst verbindt hij met de vorige uitspraak in vers 15. Hij zegt, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die de boodschap brengen? En dan zegt hij, maar niet allen zijn gehoorzaam geweest. En dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, Paulus citeert hier ook weer een tekst. Rukt hij het niet uit zijn verband? Nee, want de tekst die hij hier citeert is Jesaja 53. Bijna 15 versen later. 15, 16 versen, of misschien nog iets meer later. Maar het is maar in is zijn verband. Geheel. Het is in zijn verband. En zo zie je van, wij moeten dingen in hun verband zien. Maar tegelijkertijd ook weten om vervolgens het niet daarbij te laten. Maar ook die vergelijkingen te kunnen maken. Ja. Inderdaad. Ja, goed voorbeeld. Ook. Ja. Paulus, Paulus die gaf ons het voorbeeld. Ook wordt wel eens gezegd, ja, de profeten en de apostelen, die waren geïnspireerd. Dus die mochten proeftekst plegen. Zij mochten hier een tekst nemen en daar een tekst nemen en dat proberen samen te breien, want zij waren namelijk geïnspireerd. Wij zijn dat niet, dus wij moeten uitkijken om tekst met tekst te vergelijken. Dat wordt wel eens gezegd. Maar nee, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Gewoon de tekst goed kennen, in zijn context, gedegen onderzoek daarna doen. En God natuurlijk vraagt om leiding, want hij moet ons daar zelf in leiden. Absoluut, maar daar krijg ik ook een beetje het idee van, nou ja, als je dus niet heilig bent, dan kun je het eigenlijk helemaal niet begrijpen. Precies, Dan wordt het weer zo'n exclusief iets, zoals, meer dan 500 jaar geleden. Ja, inderdaad, inderdaad. Terwijl de Bijbel nogmaals, de Bijbel is voor iedereen bedoeld. Ja. Iedereen. Ja. Ja, en het liefst niet in het Latijn. inderdaad, ja. Ja. En zelfs als het in het Latijn is, kun je heel ver komen. Het is waar, ja. Als je Latijn kan. dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, even kijken, zou je nog wat meer erover willen zeggen? Anders gaan we naar de volgende dag. Ja, dat is goed. Oké. Boeken en hun boodschap. Ja. En dit is ook natuurlijk super belangrijk, hè? Ja, hier staat van de grootste eenheden in de schrift zijn boeken. En er staan, dat hebben we ook al eerder besproken, heel veel verschillende boeken. Mm-hmm. Profetische boodschappen worden hier nog een keer genoemd, verzamelwerken, historische boeken, brieven. Mm-hmm. Nou, daar hebben we net in gelezen van Paulus. Dus het is ook belangrijk te weten, staat hier, wie de auteur was en wat zijn achtergrond is. Waarom schrijft hij het? Wat schrijft hij? Mm-hmm. Dus dat is inderdaad nuttige kennis. Een hele nuttige kennis. Ja. Inderdaad. Ook de chronologie, wanneer is het geschreven, is ook best wel van belang. Dat is inderdaad van belang, ja, dat klopt. Ja. Want ik geloof ook dat er een voorschrijdend inzicht is. Dus ja. Dat geloof ik ook. Dus dat is ook inderdaad fijn om te weten. Ja. Dat is ook interessant als je dat zegt, dat de Bijbel met openbaring eindigt. Openbaring van Jezus Christus. Ja, inderdaad. Van begin tot eind. Ja, ja. Hele diepe uitspraak. Daar moet ik nog verder over nadenken. Maar inderdaad, de openbaring eindigt wel in met het laatste boek. Dat is het eind, ja. Het heeft ook niet voor niets die titel. Nee, precies.
Nou ja, goed, je kunt er ook nog over zeggen. Uiteindelijk gaat het erom het verlossingsplan. Nogmaals, dat brengt ons eigenlijk weer terug naar 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is door God ingegeven om ons tot lering. Ja. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot onderwijzing in gerechtigheid. En dat is uiteindelijk het doel. We mogen het doel niet vergeten. We mogen exact. Het echte doel niet vergeten waarom we de Bijbel bestuderen. En ook grondig. Want de Bijbel, heel vaak dat wordt niet benadrukt, maar geloof om naar de Bijbelstudie is, kan op zich een wetenschap op zichzelf zijn. Het kan een wetenschap op zichzelf zijn. En als je het grondig doet. En dat maakt het leuk. Dus als je bijvoorbeeld een normaal vak hebt of bestudeert, of laat ik zeggen op school krijgt, dan ga je er ook helemaal voor. Begin je bij A, bij het alfabet, neem taal, en dan ga je vervolgens woorden vormen en uiteindelijk zinsconstructies. En zo moeten we de Bijbel ook systematisch leren lezen en bestuderen. Zuster Wijd beveelt het aan. Ze zeggen, we moeten de Bijbel systematisch bestuderen. Sterker nog, ik heb 3 methoden ben ik tegengekomen die zij zelf aanbeveelt. Dat is 1. Dus zij zegt, we moeten eigenlijk vers na vers lezen. Dan heb je het over contextueel onderzoek. Ze praat over tekst met tekst vergelijken. En dat is nummer 2. En die derde, daar weet ik niet. Die derde, daar kom ik zo niet even op. Misschien had het te maken met, we moeten in alles, moeten we Jezus terug kunnen zien. Maar belangrijk is contextueel en tekst met tekst vergelijken. Dat kost tijd, maar het is het waard. Wil je een afsluitend woord? Heb je nog iets, een afsluitende gedachte? Amen. Oké.